11 jaar was hij bondscoach. Een belangrijke reden om daarmee te gaan stoppen was zijn gezin. Meer tijd nemen voor zijn vrouw en opgroeiende kinderen. In deze nieuwe baan zag hij meer dan voldoende uitdaging. Ik zie heel veel mogelijkheden om deze club weer misschien wel de meest opvallende club van Nederland te maken. Ik denk aan als ik naar technisch beleid kijk, ik denk dat het hockey meer overdag gaat worden. Ik denk dat spelers, topspelers, meer overdag gaan trainen. Dat betekent dat we moeten gaan samenwerken met het bedrijfsleven, met opleidingen. Ik denk dat we ook veel meer kunnen doen aan een stukje breedte sport. Ik denk aan ook een stukje sponsoring. Ik denk dat er ook nog een stukje verruiming in zit. Dat er nog heel veel te halen is om het nog beter neer te zetten. Voor vader Peter Lammers was het duidelijk dat Mark alleen bij hockeyclub Den Bosch dit werk kon gaan doen. Het is een oude clubje eigenlijk. En als hij die jaren dat hij dan in ieder geval dat een beleid kan bepalen, dan liever bij deze club. En zijn kinderen hockey hier en zijn vrouw hockeyt hier dus. Hij houdt het liever hier bij Den Bosch. Mark Lammers is de man van de nieuwe ideeën. En dat ligt Den Bosch wel. Zo stelden ze 12 jaar geleden ook als eerste club in Nederland een technisch directeur aan. En we houden er wel van om eigenlijk net altijd een beetje anders bezig te zijn dan andere verenigingen. En zeker niet in de stroom mee te lopen. Daar waar kan dus echt voorop te gaan. Maar eerst Nederlands damesteam, en daar ga ik helemaal voor. Dus dat is ook het eerste en het laatste wat ik hier nu aangeef wat ik ga doen. Maar want morgen beginnen gewoon de trainingen weer. We zijn een club met ambities en we denken in jou daar de goede persoon te hebben gevonden om dat creatieve sausje wat je altijd hebt eroverheen te gooien. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel.